Karel is het park ingedoken voor de liefdescène tussen Merel en Remco. Maar eigenlijk moet de scène in een hotel gespeeld worden, naakt en in een bed. Dat is voor de Remco's en Merels van de Entertainment Experience een behoorlijke uitdaging. Alle Remco's en Merels zijn bij elkaar gekomen in Utrecht om het script door te nemen. Voorbereidingen. We zien elkaar voor het eerst, zeg maar. Ja. Maar het voelt goed aan. Ik zeg. Er komt een heftige scène aan, dat is deel 5. Remco gaat nogal los. Wow. Met Merel, hoe ben je daar voorbereid? Nou, gewoon, het is gewoon een... Nee. Je zit er tussendoor, hè? Ja, maar, ja. Maar hebben jullie het overleg met elkaar? Ja, nou, we waren net al driftig aan het overleggen. Want omdat wij morgen een iets andere variant gaan spelen dan de bedscène die, dus, die daar dus in zit. Nou, we hebben het hele script is bij ons allemaal een beetje anders, omdat wij de gay version doen. Dus ik ga eigenlijk achter hem aan en hij vindt mij niet leuk. Ik deins terug en gooi hem van eraf. En er komt een discussie van. Dat heeft allemaal geen zin. Je beseft toch wel dat ik homo ben en dat ik niks meer met jou wil. Dit heeft geen zin. Je weet toch ondertussen toch wel dat ik van mannen hou. Op, meisje! Nee. Ah, kom op. Nee, lief, ja. Ga je die echt heel zichtbaar uitspelen of is het allemaal heel subtiel? Nee, dat is best wel heftig, want zij duwt me wel echt naar die slaapkamer toe. Gaat bovenop me zitten, zit me nog wel wil te zoenen. En daar escaleert het, zeg maar. Ja, nee, ik reageer niet. Ik doe niet mee. Ik ga er niet in mee. En op een gegeven moment is het dan echt van... Dan wordt het steeds wel heftiger. En dan ineens nog een keer stilte van... Het is over, besef dat nou. En dan komt bij haar het besef. Besef je nou, vertel je niet dat ik homo ben? Dit heeft geen zin.